En hallo mensen, tof dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. Nee, dit is geen nieuwe video, ik heb jullie deze voor de gek gehouden. Het is een speciale video, dit zal jullie deze de komende week meer zien. Ik ga deze week, zijn er 4 video's online, zoals altijd, maandag, woensdag, vrijdag, zondag. Maar deze week is het anders. Deze week gaan jullie elke dag dat er een video online komt, gaan jullie 1 potje Skywars zien, net als vandaag. Maar, echter, er is iets heel aparts aan deze video's. Verspreid over de week, dus de 4 video's, komen er 3 letters door elke video. Dus dan zou je zeggen, aan het eind van de week 12 letters. Nou, dat is heel mooi geraden, dat klopt ook. Alleen, aan het eind van de week zijn er dus 12 letters door de video's heen gekomen, waarvan we er maar 8 nodig hebben om een woord te maken. Wat ons uiteindelijk uitbrengt bij een woord, wat te maken heeft met mijn afwezigheid en waarom eigenlijk deze video's gemaakt worden. En waarom ik ze maak. In ieder geval, meer daarover zal ik jullie even vertellen. Ik ga ondertussen gaan we even beach joinen. Dus dat is dat potje. Wat het leuke is daarvan is, het is dus een quiz waardoor jullie weten niet. En ik weet zelf ook nog niet wat voor woord het wordt. Ik weet alleen dat het 4, dat het 8 letters gaat hebben. En dat jullie mogen raden aan de hand van de letters die jullie krijgen, wat voor woord het is. Dus ja, dat is in ieder geval het punt. En dan gewoon door de aflevering komen dus de letters vliegen. Of gewoon een beetje staan, weet ik veel wat te doen. In ieder geval, dat is het. Oké. In ieder geval, nu dat gedaan is, gaan we even over naar het Skywars gedeelte. Dat is heel simpel. We moeten gewoon proberen te winnen. En dat is eigenlijk een beetje mijn ding. Want ik hoop dat ik win. Maar het is me nooit echt gelukt. Dus ik ben nooit echt fans geworden door echt vaak te winnen. Want ik ben daar niet zo goed in. Maar jullie kennen mij waarschijnlijk langer dan van... jullie kennen mij waarschijnlijk langer van vandaag, wou ik zeggen. Waardoor jullie weten dat ik hier niet zo bazig in ben. Maar het wel leuk vind. Dus dat is natuurlijk belangrijk. Dus ja. Oké, wat doet de meeste damage? Zit op dit moment. Dit heb ik me nodig. Dit heb ik ook nodig. Dit heb ik erbij nodig. En... laten we deze er ook bij doen. Niet dat ik hem echt nodig ga hebben. Of... wacht. Hier zitten natuurlijk allemaal diamonds. Shit. Daar ging een diamond. Dat is eentje minder. Dat is zonde. Oh, kijk. Toch nog 1 diamond. Ik had er liever 2 gehad. Dan kon ik eigenlijk een mooi zwaardje maken. Maar het is niet anders. Eens even kijken. Wat gaan we hier verder doen? Hier naar boven. Zo. Ik heb helemaal geen diamonds meer nodig. Ik heb alles wat ik nodig heb ik hier al. Toppie. Oké. Dan doen we dit hier zo. Kijk. Zo komen we ergens hoor. Ik voel het. Laten we dit hier buiten niet... Ja, daar is helemaal geen ruimte meer over. Maar oké. Take it. Sure. Ik zie hier iemand die mij heel graag even wil spreken. Hup. Zo. Klaar. Dat is eentje minder. Dat is niet nog eentje minder. Jammer genoeg. Maar dat neem ik voor lief voor vandaag. Eens even kijken. Wat jullie misschien wel was opgevallen. Dat zal ik waarschijnlijk volgende aflevering ook nog wel duidelijk maken. Is dat er, als jullie goed hebben gekeken. Als jullie zelf ook CubeCraft spelen. Dat je allemaal Skywars abilities hebt. Ik kan niet zoveel over uitleggen. Omdat ik het niet helemaal begrijp. Ik weet wel dat ik het heel geinig vind. En dat het heel grappig is. Tenminste, het is heel geinig als je veel geld hebt. Dus dan kan je daarna heel veel shit kopen. Rustig. Heb ik hem al dood? Ik weet het eigenlijk niet. Oh, hij is daar nog. Faggot! Ik ga je niet meer pijn aan spelen. Nee, doe ik niet. Oké, nee. Kom dan. Kom maar. Oh, gaan we stoer doen? Zo. Nou, wat een held ben jij zeg. Nee! Oh, wat slecht. Wat verschrikkelijk slecht. Wauw. Oké, in ieder geval wat ik zei dus. Skywars abilities, hier dus. Skywars abilities, ik heb er heel veel ondertussen. Want ik had gewoon een shitload aan muntjes. Van points. Dus ik heb hier al die shit heb ik al gekocht. Dus jullie denken van, oh Rot, jij hebt opeens heel weinig damage en shit. Dan zien jullie in ieder geval dat het deze komt. Want ik weet niet precies wat het dan allemaal doet. Maar ik heb gewoon van alles wat gekocht. En dit kwam ik hier later pas achter, dus hier is minder geüpgrade. In ieder geval, ik vind het gaaf.
In ieder geval, ik hoop dat jullie hiervan deze video genoten hebben. Ik hoop dat jullie gezien hebben welke letters het zijn. En aan het eind van... En eigenlijk kunnen jullie er nog helemaal niks mee. Maar ik kan wel vast suggesties doen. In ieder geval, bedankt voor het kijken. En zeg ik bedankt voor het kijken. Gedag, laat niet te vergeten te liken, te abonneren en te reageren. Zeg ik bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters en doei.